Iedereen heeft wel wat. Een leerling is nog niet op school vandaag. Weet iemand waar Fazu is? Hij is misschien in de put gevallen, meester. Hey meester, het stinkt nu wel wat minder in de klas. Ja man, het stinkt echt minder. Hé hey, jongens, doe niet zo flauw. Stop ermee. Oh, sorry. Ik ben een beetje te laat en de wekker ging kapot en heb de bus gemist. Sorry. Och, maakt niet uit, Fazu. Kom maar lekker zitten. Wow. Ik heb pijn aan mijn hoofd. Lekker voor je, man. Lekker mooi. Jongens, opbouwen nu! Helaas zitten er in deze klas een paar pestkoppen, die er één jongen altijd van langs geven. Wie weet wat 3 keer 3 is? Dat is makkelijk, meester. Dat is 9. Ik weet de volgende, meester. Het zal wel. Zeg het maar, Fazu. Nee, 43. Nee. Oh, 44. Nee, sorry, Fazu. 45? Nee man, plofkip, is 42. Ook tijdens de rekenles doen er een paar leerlingen heel vervelend tegen hem. Daar staat sukkel. Hey, hou op! Jongens en meisjes, pauze! Yeah! Als de pauze bezig is, staat Fazu helemaal alleen. De pestkoppen komen weer op hun af en doen heel dreigend tegen hem. Na school gaat hij langs bij de meester. Meester, heeft u tijd voor mij? Ja, Fazu, kom maar. Dankjewel, meester, kom. Fazu, ik zie dat er iets is. Vertel eens. Ja, er is iets serieus en ik word steeds gepest. Ik had al zo'n gevoel dat er pestkoppen in de klas zaten. Tijdens het vertellen van het verhaal wordt Fazu emotioneel. Het is namelijk heel erg wat er met hem gebeurt. Er moet heel snel een oplossing komen. Samen gaan we het oplossen. Twee pestkoppen houden toevallig de dag daarna een spreekbeurt over insecten. Insecten zijn kleine beestjes. Maar wat veel mensen denken, is dat spinnen ook insecten zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. Wie van jullie is er bang voor spinnen? Hoe kun je nou bang zijn voor spinnen? Die beestjes zijn toch helemaal niet eng? Dan ben je wel echt een watje als je spinnen eng vindt. De stoere pestkoppen gaan verder met hun spreekbeurt. En zien niet dat de meester iets op hun schouders legt. Hé, hey, kijk eens op je schouder en jij op je hoofd. Spin! Ze worden uitgelachen door de hele klas, terwijl ze net nog zo stoer deden. Ik dacht dat jullie niet bang waren voor spinnen. Na school. Fazu, wat komen we hier doen? Fazu vertelt dat ze iemand gaan bespieden. Hé, hey, Fazu, daar komen ze al. Kom, je moet bij ons lopen. Laat me nou. Nee, stom met Fazu. Fazu maakt er een foto van. Bob, mama, het is niet stoer met jullie naar de stad te gaan. Je zou luisteren naar je vader en je gaat met ons mee naar de stad. Handen aan het lopen en met je moeder. Laat me los, het is niet stoer. Laat me los. Kijk, hij doet een balletdans. Maak er een paar foto's van, dan kunnen we lachen. Je moet mij nadoen. En als je dat niet doet... Dan krijg je geen privéles meer van mij. Ja, dat is goed, want ik wil heel graag ballet doen. Ik wist helemaal niet dat hij van zo'n meisjesdingen deed. Fout! Ik kan het niet eens. Echt. Weer bij een andere pestkop thuis komt net de postbode langs. Oh, de postbode is een bij de Girl Magazine erop. Dankjewel. Is dat niet voor je kleine zusje? Nee, dat is voor mij. Ik ben abonnee, ja. Oh, wat een leuk magazine. Ik hou van meidenbladen. Hey Em, waarom moet ik nou komen? Ik moet je eigenlijk iets bekennen. Ik vind je al heel lang leuk. Oh, ik vind jou eigenlijk helemaal niet zo leuk. Nee, dan geen verkering met me. Nee.
Ga weg, ik ga weer naar huis. Één kusje dan. Weet je wat jij kan krijgen? Ik wil ook even kering met je en nou wegwezen. Later die week moet Fazu in de klas vertellen waar hij eigenlijk mee zit. De meester zegt dat iedereen wel wat heeft. Ja, sorry meester, is stom van ons. Ja meester, ik zal het nooit meer doen. Maar om dit alles af te sluiten hebben we nog één ding waarmee we de pesters terug kunnen pakken. Oké meester, laat maar even zien. En toen liet de meester alle foto's zien die Fazu had gemaakt.